Op zich is onze handelsrelatie met Rusland en Oekraïne, de twee samen, vrij beperkt. En dat geldt ook in feite voor de energie, gas en olie. Maar dat wil niet zeggen dat dat geen impact heeft op onze economie, omdat als de gas- en olieprijzen stijgen, zelfs als wij niet zoveel kopen rechtstreeks van Rusland, heeft dat een grote impact voor onze economie. En het gaat hier in dit geval over een echt groot en omvangrijk energieshock. Alors, directionnellement, c'est assez clair, en tout cas à court terme, on a une forte augmentation des prix de l'énergie qui va se traduire par une forte augmentation de l'inflation, surtout en 2022. Et puis ça va être très très dépendant de ce qui va se passer au niveau des prix de l'énergie par la suite. Est-ce que les prix vont rester élevés ou pas? Dans notre scénario, on a une inflation qui baisse assez rapidement après 2022 parce qu'on pense, mais c'est une hypothèse un petit peu technique, que les prix de l'énergie vont baisser. Si ce n'était pas le cas, alors on aurait une inflation qui est plus durable. À court terme, en tout cas, directionnellement, forte augmentation de l'inflation en 2022. Par la suite, il y a un ralentissement de la croissance économique et probablement, à un moment donné, une baisse des prix de l'énergie. Donc l'inflation devrait tomber à des niveaux plus bas. Mais l'incertitude à moyen terme est très, très élevée. Dus het blijft moeilijk om een inschatting te maken, een prognose te maken van de impact op onze economie. Omdat de omvang en de duurtijd van de shock is nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld de olieprijzen zijn naar 140 gestegen, dan gedaald naar beneden 100 en dan opnieuw gestegen. Dus op een zeker moment moeten wij een hypothese maken. Maar hoe lang de conflict zal duren is uiteraard niet duidelijk. Maar op basis van de scenario waarop we gewerkt hebben, zou de impact van de crisis toch zichtbaar zijn. Dus een gecumuleerde impact op 2 jaar van een beetje meer dan 1% op onze economie. En dat duidelijk met ook een impact voor de inflatie, meestal in 2022, met een inflatie die tot bijna 7,5 zou stijgen. Maar er is geen sprake van stagflatie. De groei zou positief blijven, boven de 2% in 2022, om dan te landen rond de 1,8% in 2023 en 2024. Dus het blijft een positieve groei, trager dan voorzien nog in december. Het startpunt is ook licht beter. Dus een duidelijk impact op onze economie. Maar de groei blijft positief, impact op tewerkstelling. Tewerkstelling blijft groeien, een beetje minder dan voorzien in december. Maar allez, in feite, als we dat vergelijken met de onnoemelijke leed dat de mensen ervaren in Oekraïne, het valt zeker nog mee in België. Donc implication possible pour la politique monétaire. Donc qualitativement, ce qui est assez clair, c'est qu'on va avoir plus d'inflation et une croissance plus faible. Alors ça veut dire en politique monétaire, les deux vont dans une direction un petit peu opposée. Enfin, notre mandat, c'est de stabiliser l'inflation autour de 2%. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Et donc, vraisemblablement, certainement pour l'année 2022, l'impact sera plus élevé sur l'inflation que sur la croissance. Et donc, ça devrait nous conforter dans l'idée qu'on doit sortir d'une politique monétaire qui était très soutenante pour aller vers une forme de normalisation. Mais la calibration de cette normalisation va évidemment dépendre de l'impact sur l'inflation, mais aussi de l'impact sur la croissance et surtout de la manière dont, à moyen terme, l'inflation va se stabiliser à un niveau plus ou moins élevé.